geven. Joh. Allemaal leuk en aardig. Alleen ik draag geen mondkapje. Ja, dat was helemaal prima. Dus helemaal top. Geen enkel probleem. Dus ik geef het nu steeds aan. Hè. Op nieuwe winkels waar ik kom. Ik had eerst een beperkt groep winkel waar ik kwam. Nu kom ik bij heel veel winkels. En, of instanties. En als je het maar van tevoren aangeeft. Geen enkel probleem. Dus, nou, dat wilde ik even mededelen. Ik ben er best wel blij mee eigenlijk hoe het nu gaat. Klein streek een stukje vrijheid weer terug. Ik heb het nooit gedragen hoor, overigens. Maar ja, hoe meer winkels en dingen je weer in kan, hoe meer vrijheid je natuurlijk weer terug hebt. En voor de rest, zakelijk gezien, ga ik ook even mijn vrijstellingsbrief ondertekenen. Zodat ik ook s'avonds gewoon aan roet kan. Want het vervelende is op dit moment, kan ik maar één behandeling per avond doen. In mijn praktijk, want ja, mensen moeten weer terug voor 8:30. Dus dat is best wel een beetje weinig natuurlijk. Als ik er normaal 3 heb op een avond en ik heb er nu 1. Dat is natuurlijk niet echt grappig, om het zo maar even te vertellen. Dus op die manier los ik het gewoon op. Voor mezelf. Nou, en als ik nu op de snelweg kijk, waar ik nu rij. Ik rij nu richting Zoetermeer. Maar het is aardig druk onderweg hoor, dus... Ik heb het ook gevoel, iedereen is het gewoon meer dan spuugzat allemaal. Dat is een goed teken, jongens. Zo claimen we onze vrijheid gewoon weer terug. Onze eigen vrijheid. En vrij ademen, vrij leven. Dat gun ik een ieder. Niet in de angst blijven, jongens. Angst is een slechte raadgever. Maak je daar vrij van. Oké, wil je weten hoe? Stuur me een persoonlijk berichtje. Spreek jullie later. Bye bye.